De Maxi 1200 is een leuke cruiser racer voor een gezin bijvoorbeeld. En waarbij je ook nog single-handed het schip goed kunt varen. Die bijzonderheden van dit jacht is de manier waarop de kuip is samengesteld. De stuurman die kan vanuit zijn stuurpositie kan die alles bedienen, zowel de grootschoten als de Genua-schoten. In dit geval ook nog elektrisch, wat eigenlijk standaard is in ons schip. Het is een heel mooi design van Tony Castro, van het interieur. Het exterieur is door de beroemde Olympische zeiler Pelle Patterson getekend. En het leuke ervan is, het schip wordt nu gebouwd in Polen, bij Delphi Yacht, zijn eigenaar van het merk. Maar het is nog steeds een Scandinavisch schip als je aan boord stapt. Waarom de Maxi de boot van het jaar moet worden, is omdat Delphi Yacht erin geslaagd is als een Poolse werf. Het merk weer een nieuw leven in te blazen. En het is natuurlijk een hele snelle zeiler die je gewoon met twee vingers in de neus kunt varen.